Det är så träffamosigt. Opera. De Poolse paus is hier twee keer op officieel bezoek geweest. Hè? Speciaal twee keer achterin omdat hij die kerk terug wilde zien. Hier is elk jaar het concert met nieuwjaar. Dat is keizerlijke hotel. Het duurste. Het kost 1500 euro per nacht. 1500. Dat is de Malteser kirche. Hier komt die man van Prins. Astrid van België, die roman. Dat is ook een Habsburger. En die wordt in deze kerk begraven ooit. Hier in Wenen. Dat is de man van keizerin Sissi. En dat is de zoon van keizerin Sissi. Stefanskirche. Het is de Petruskirche. Mooi. Lipizzaner paardjes. Dit is de keizerlijke kerk van de Habsburgers. Dat is nog van de Romanen. 5 jaar geleden hebben ze dat ontdekt meer en heeft plan te leggen. Dat is het einde voor vandaag. Het is dinsdag en binnen een half uurtje gaan we op het hotel lekker eten. Hier worden die taartjes gebakken die voor in de winkel hier verkocht worden. Hier zijn we in Prater. Dat is een pretpark met de eerste reuzenrad van de wereld. Dat is nu wel klein, het kleinste. Nu boven op de toren. Die zijn dus peperduur. Mijn architect was een halve zot en ja, daarom. Dit is dus de naam van die building, hè? Onder de wasser. Dan is het allemaal weer blokken. Speciaal winkeltjes. Zeer gezellig, amai. Dat is hier heel speciaal binnen al die winkeltjes. Prachtig. Nu gaan we een van de buitenverblijven bezoeken van de keizer en de keizerin. Dit
is dus de voorkant van het kasteel, hè? Hier is het kleine belvedere. Ja, echt wel. Maar nu is het dus ook muziek.